meest heilige dag van al godsfeesten. Yom Kippur. En wat dat betekent, de dag van bedekken, reinigen, goedmaken, zuiveren, verzoening doen met Abba Vader, verootmoediging, verlagen, vernederen, verzwakken, kwellen, in de praktijk vaak gedaan door het vasten in te stellen. Een focus volledig terug op de Heere God. Een dag van bezinning, waarop het zicht weer helder wordt, als een lieflijke reuk van een vuuroffer dat stijgt op naar de hemel en Gods aangezicht bereikt. Wie dat niet doet, wordt verdelgd uit uw midden. Dit geldt ook voor allen die dan arbeid verrichten. Werp u neder in aanbidding als de handen op de bok. Nadat het bloed werd gesprenkeld op de ark des verbonds, werd de levende bok gezonden tot een onvruchtbare plaats in de woestijn. Zo werd de zonde uit uw midden weggedaan. Gods genade mocht er ieder jaar het verzoeningsritueel door de priester worden gedaan. Maar dat is nu klaar, we hebben één middelaar. De Messias, Yeshua, het is werkelijk waar. De Zoon van God waarvan hij sprak, u heb ik heden verwekt. Priester naar de ordening van Melchizedek, Yeshua Gai. Hij leeft om voor ons te pleiten. Eeuwige zaligheid, indien wij zonde belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig om ze ons te vergeven. Zijn bloed reinigt ons van alle ongerechtigheden, omdat wij eeuwig zouden leven door kennis van hem. Heden, indien gij hoort, hoort dan naar zijn stem. Gelijk Mozes alles maakte naar wat getoond werd op de berg, doet Yeshua deze dagen in de hemel zijn werk. Tot het moment dat zijn vijanden aan zijn voeten onderworpen en de uiteindelijke vervulling op die dag compleet zal worden. Zie, de Messias is gekomen, zoals stond geschreven in de boekrol nog even. En hij komt weer weder om af te rekenen met al wat in duisternis is. Dan zullen wij ten volle zijn in zijn wonderbaar licht. De nacht is vergevorderd, maar de dag is nabij. De dag van onze God, wees dan allen verblijd. Ziende op het beste, totale voldoening, werp u neder in aanbidding op de dag van verzoening. Namelijk Jezus Christus, heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God.